Dat is drugs wat hij net in de auto gooit. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Fariko Kerrigé. Vandaag zijn we weer op de politiemod op GTA 5 en we zijn dit keer FBI. Zoals beloofd in de vorige video zal ik dit keer met de FBI gaan. En vorige keer was het natuurlijk met de IAA en hebben we de Border Patrol gedaan. Dit keer gaan we met de FBI en gaan we gewoon een beetje in de stad van Los Santos gewoon kijken en of we alles veilig kunnen houden natuurlijk. We hebben op dit moment nog geen call gekregen, we zijn net met de patrol begonnen. En ja, laten we ons... Dus gaan focussen op het politiewerk natuurlijk. En dit keer een beetje op de meer serieuzere zaken. Dus ga vooral vandaag op de call-outs uit. En ja, we gaan zien wat er van gaat komen vandaag. Moeten we ons natuurlijk een beetje aan de verkeersregels houden en zo. En ja, ik vind het op zich wel een vet guy. Een vette guy hoor. Ik bedoel, kijk dit jasje. Kijk hoe awesome. FBI. En deze unmarked auto. Vorige keer hadden we volgens mij een beetje een jeepachtige auto. Dit keer met een gewone auto. En we hebben daar een motorcyclist zonder helm. Dus laten we daar toch maar even wat van gaan zeggen. Want ik bedoel, we zijn toch de enigste politieambtenaar in de buurt die er wat aan kan gaan doen. Dus laten we maar even aan de kant zetten. Een van deze motor guys heeft geen helm op. En we zien hem al. Hij rijdt hier zo. Dus laten we hem even aan de kant zetten en een bon geven. Even kijken hoor. Kunnen we hem stoppen? Ja, als het goed is hebben we hem nou gewaarschuwd. En zet hij nou zijn motor aan de kant. Helemaal top. Hij zet snel zijn helm op, maar dat is natuurlijk al iets te laat. Laten we snel de keys pakken, zodat hij er niet vandoor gaat. Zo, zijn motor staat uit. Continue. Is je citation. En nadat mag hij natuurlijk zijn keys gewoon weer terug. You have given the car keys back. Wauw. En nou geeft hij mij gewoon een klap en gooit hij mij omver. Wat een guy. Dus daar gaan we natuurlijk wel even achteraan. Want ik bedoel, we zijn toch best wel aardig geweest. Oh, wacht. Oeps, sorry. Laten we er wel even... Wacht, we doen gewoon zo. Local patrol units. 2. Zo. En we zitten nu achter de motor. Oeps, dat is misschien iets te heftig, maar ja. Dan had hij maar moeten luisteren. Oké, hij gaat er vandoor op de voet. Ja, dat is gewoon een schot in je been, vriend. Oké. Okay. Mee. Kom op. Oh shit. Hij is best wel snel. Hij is best wel snel. Ik hoop dat we hem te pakken kunnen krijgen. Want hij is volgens mij sneller dan ik. Oké. Okay. Oeps. Oeps. Dat was eigenlijk bedoeld als een non-lethal shot. Maar ik denk dat we hem in de spine hebben geraakt. In de ruggengraat. Dus meneer, het ziet er behoorlijk dood uit. Laten we maar wel even corner, dat hij nog wel gewoon normaal begraven gaat worden. Wauw. Ja, dit is best wel lullig. Dit is inderdaad wel lullig, maar in ieder geval, hij wordt tenminste gewoon opgehaald. En hij krijgt er gewoon een begrafenis. Nou hebben we wel een aantal calls gemist, dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Dus wat ik nu even ga doen, is ik ga gewoon even rondrijden. En als ik een call krijg, dan betrek ik jullie er weer bij. Of als er iets heel bijzonders gebeurt natuurlijk. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oké, we hebben een traffic alert. Dus armed robbery. Dus daar gaan we wel even op af. Dat is natuurlijk een gewapende overval. En ik denk dat dat wel iets is voor de FBI. Dus we nemen een short... Oh, sorry. We nemen een kleine shortcut. Volgens mij is dit een shortcut, als het goed is. Ik hoop in ieder geval wel dat dit een shortcut is. Hij rijdt namelijk hier op de weg onder ons. Dit is misschien toch geen shortcut geweest. Ik dacht even dat het een shortcut was, maar blijkbaar niet. Oh, hier de bocht om.
En ik neem de bocht iets te ruim, waardoor ik weer helemaal verkeerd terecht kom op de weg natuurlijk. Typisch iets voor mij. Maar als het goed is als we deze afslag nemen, zitten we op dezelfde rijbaan als degene waar we nu achteraan zitten. En we moeten natuurlijk eerst gewoon een traffic stop doen, maar we rijden even met sirenes, zodat we er iets sneller achter kunnen komen. Zo, we zijn inmiddels bij het airport, dus sirenes kunnen wel uit. En hij moet hier dan ergens rijden. Ja, dit is hem. Oh, we hebben de verkeerde gestopt. Zo, deze moeten we hebben. Kom op. Zijn hem aan de kant. Die moeten we hebben als het goed is. Alhoewel, ik zie nu in één keer een rood stipje daar beneden. Ik hoop dat het gewoon nog steeds de goede is. Even kijken hoor, of zijn het nu echt... Zo, kan hij tenminste niet in één keer wegrijden. Zo. Occupancy nervous. Oh shit. Kom op. Oké, we hebben één. De andere rent daar met een... Even kijken hoor, die andere rent daar op de weg. Daar moeten we nog achteraan. Oké, sorry. Het spijt me, maar ik ga niet de hele tijd achter je aanrennen. Oh, kut. Ben je nou nog steeds niet dood? Hoe dan, vriend? Ik weet ook niet of je mag schieten, maar je bent een voortvluchtige. Kom op. Het is Amerika. Daar kan dat. Volgens mij, want iedereen doet het daar. Even kijken hoor. Kunnen we hem vinden? Kunnen we hem vinden? Kunnen we hem vinden? Kunnen we hem vinden? Waar is meneer heen? Waar is hij heen? Daar zo. Ah, boeien. Oké, jij bent gewoon ontsnapt. We hebben tenminste één te pakken. Dus dat is al wel een goed ding. En die gaan we vandaag maar even gewoon naar het bureau te brengen. Want we hebben hier ook een behoorlijke... Oh, wacht. Weet je wat we gaan doen? We sturen daar gewoon twee anderen achteraan. En dan handelen we wij deze guy hier... Hé, vriend. Wat doe je? Zo. Verdomme. Verdomme mijn plek hier zo. Ja, oké. Waar is mijn... Waar is mijn gevangene? Oké, fuck. Hij is ook ontsnapt. Dan gaan we maar achter de... Holy shit, ik zeg gewoon stap in, man. Ik zeg niet, schiet je auto kapot. Here we go. Oké. Laten wij nog even snel achter die andere guy aan gaan. Zo. We moeten snel beneden zien te komen. Zo. Oké, we sturen er ook maar een helikopter achteraan, want we willen hem natuurlijk niet kwijtraken. Zo. We zijn op het airport nu. Kom op. Oké, wij hebben hem uiteindelijk aangehouden. En dat was ook de bedoeling natuurlijk. Dus wij kunnen hem nu ook gewoon naar het bureau toe brengen. Dus stap maar achterin.
What's the rush? Stap achterin. We have a traffic alert in Los Santos International Airport for possession of drugs for sale. Oké, je gaat mee op een call, vriend. Je gaat mee op een call, want we hebben direct weer een andere call. International drug dealing. Sowieso iets voor de FIB. Dus laten we daar ook snel heen gaan. Je gaat gewoon mee op een call. En hij is gewoon op het airport, als het goed is. In ieder geval vlakbij het airport. Dus even kijken. Als het goed is zit hij hier zo. Dus dat is een goed ding. Hij rijdt gewoon... Attention, this is dispatch. Approach with caution. Zo. Kom op, zet je auto stop. Target license plate. 08 David Mary Zebra 6 2 7 0 1099. Kom op, zet die auto stop, vriend. Ja, dacht het niet. Gaat er niet vandoor. Attention all units. Assistance needed in Los Santos International. We nemen er ook maar direct een SWAT team bij, want hij dropte volgens mij net al drugs uit de auto. Oh, hij wil ook niet stoppen. Dit is best wel irritant. 10-4, copy that. Target is westbound in Los Santos International Airport. Dat is evidence. Dat is drugs wat hij net in de auto gooit. Dus we gaan hem nou ook gewoon aanhouden. Hier gooit hij ook weer drugs uit de auto. Dat zijn allemaal pakketjes die we zo meteen op gaan pakken. En op die manier kunnen we hem natuurlijk in kort. Kijk, als het goed is, hebben we een band te pakken. Het is gewoon een piloot. Dus we hebben hem, dames en heren. Nou gaan we nog wel even snel de evidence oppakken. Hold O to present it to court. Dat kunnen we nog niet doen. Dat kunnen we nog niet doen, want we moeten de evidence natuurlijk nog even oppakken. Dus What the hell? Oh, wacht. We hebben nog iemand achterin zitten. Zo. Dus we gaan nou nog even snel de evidence oppakken. En dan kunnen we natuurlijk naar de jail gaan. Dus laten we dat snel doen. Kijk, als het goed is dropte die hier ergens evidence. Yep. Zo. You found the quantity of drugs. Maar hij heeft nog meer gedropt, dus dat gaan we ook nog oppakken. En dan gaan we met hem naar de court. Dus als het goed is lag hier verderop nog ergens wat drugs. Dat moeten we natuurlijk ook meenemen. Hier zo. Hier ligt ook nog drugs. En nou nog even kijken waar de chase begon. Kijken of hij daar nog iets uit het raam heeft gegooid. Ik had het wel gemarkt, dus ik weet het niet zeker. Volgens mij zag ik hem iets uit het raam gooien, maar misschien ook wel niet hoor. Dus we gaan nog even snel kijken. Is hier nog wat uit het raam gegooid? Nee, dan kunnen we naar de jail. Ik bedoel, naar de court. Dus dat gaan we nu ook doen. En we gaan kijken hoe lang hij naar de gevangenis moet. Dus traffic officer presented two pieces of evidence in two courts. The driver John McGill was found guilty of dangerous driving, resisting arrest, and medium-skilled drug dealing.
John McKennell was jailed for 13 years as a result. Dus hij moet 13 jaar naar de gevangenis. You virtually missed one... Ja, dus ik heb wel één piece of evidence gemist, helaas. Het zal dan wel daar ergens zijn, maar ik heb er gewoon overheen gekeken en ik wou weer snel weg. Maar in ieder geval, we kunnen ze nou naar de gevangenis brengen, want ze zijn net veroordeeld in de courthouse, alle twee. Dus laten we even snel naar de gevangenis rijden. Even kijken hoor, waar zit de gevangenis? Die zit hier zo. Wow, pitch lag. There we go. Ik zie jullie daar. Oké, we zijn bijna bij de jail aangekomen. En we kunnen de piloot en de andere guy die we ook nog eerder hebben opgepakt. Kunnen we nu gaan afleveren. Dus die kunnen allebei worden opgesloten nu. Dus even kijken. Neem ze maar mee. Helemaal top. Ze zijn uit mijn auto nu. En er zit wel een beetje bloed en zo. Je kunt echt zien dat we op patrol zijn geweest vandaag. Maar dit is hem dan wel voor vandaag, jongens. Ik heb deze video namelijk vandaag nog moeten opnemen. En het is al bijna de tijd dat hij online gaat komen. Dus ik kan hem helaas niet te lang maken vandaag. Maar ik hoop dat jullie ondanks dat toch hebben genoten van deze video. Ik vond het weer leuk om deze video op te nemen. En ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Vandaag waren we dus een FIB-agent en we hebben een drugsdealende piloot opgepakt. Dus dat is best wel bijzonder. Vond je hem nou leuk? Vergeet hem dan niet even te liken en mij te volgen op de social media. Dus zo blijf je up-to-date met als ik een keertje niet upload of als ik ziek ben. We hebben nog een traffic alert, maar die doen we vandaag niet. Misschien de volgende keer. Vergeet natuurlijk niet even te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!